Zo, welkom weer bij potje 2 van 2. Dat is een beetje jammer, want dan heb je eigenlijk al wel spoilers. Maar ja, op YouTube sowieso, want je ziet dat er maar twee filmpjes geüpload zijn in de knockout. Dus als je de Precies. eerste hebt gezien, kan je de tweede verwachten. Dus het is niet een ramp, maar alles kan, hè? Alles kan, alles kan. Ja, misschien Wat is het wel denk een surprise. Is het je? straks Ja. ineens drie van de drie? Ja, misschien is het gewoon een typfout op de overlay. Ja, we gaan Wie Toshiro weet. tegen Ink Pablo zien. Zoals je misschien in het vorige potje hebt gehoord, twee goede vrienden die eigenlijk nooit tegen elkaar hebben gespeeld, maar wel altijd samen in een teamgame. Dus het is een gewilde strijd om te zien. En het potje speelt zich af op Scandinavia. Ik ga de overlay weghalen en dan gaan we de game starten. Even kijken. Zo. En dan zien we de game. Play. We doen een speedrun. Had ik het vorige potje al gezegd. Dat komt omdat het vrij laat is. Doet niet helemaal. Ja, hoe zeg je dat? Niet helemaal de waarde van de potjes na. Eigenlijk had het gewoon normale snelheid moeten. Maar toch om de potjes wel even te showen. Doen we toch een opname op deze manier. Je mag hem altijd later opnieuw opnemen. Lijkt mij. Precies, dat mag zeker. Ik zal heel even kort de shift laten zien van Incapablo. Goed. Hij heeft Sarcerence genomen. Een Camel Naval shift. Net alsof hij wist dat het Scandinavia was. Ja. De Camel Riders, ja. Een beetje een bijzondere keuze. Misschien het feit dat hij normaal gesproken zelf meer van de Cavalry Sith is. En de Camel Riders eigenlijk meer een counter-unit daarvan zijn. Ja, gereed kost minder, wat ook wel fijn is. Ja, precies. En de Foot Archers die hadden een betere attack tegen buildings. Dus ja, toch ook weer een beetje voor de archery bonuses gekeken. Wat zeker geen slechte keuze is tegen de Japanese. Gezien het feit dat zij infanterie georiënteerd zijn. En we hebben hier de Japanese. Hebben al een beetje op Ja. wat. Oeps, schaapjes zijn Ja. gespeeld. Ik zal de Japanese even kort laten zien. Maar ja, ik speel altijd Japanese. Dus die verwacht je bij mijn match altijd te zien. Fishing ships, wat nu twee meer hitpoints heeft en wat sneller gaat werken naarmate dat je age up gaat. Dat is een mooi voordeel. Ja, altijd de favoriete samurai die goed is tegen andere unique units. En hier is het wel handig, misschien de galley heeft plus 50% line of sight. Ja, dat is niet verkeerd op zo'n map. Nee, vooral als je die randen gaat gebruiken dan inderdaad. Gezien het feit dat Incapablo al veel dichter tegen het water aan zit en ik wat meer in het midden. Ja, wat gek eigenlijk deze posities. Ook Ja. omdat je hier eigenlijk alles verhoogd hebt. Maar ja, wat wil je hier gaan doen? Niemand is hier. Nee, precies. Maar aan de ene kant heeft het ook wel weer soms wat nadelen dat dus één speler wat meer richting het water is gegaan. Want je zou bijvoorbeeld Cannon Galleons, dan kun je bij dat dorp prima komen. Dat zou je bij mij niet kunnen. Ja. Dus ja, ik vond het ook een beetje een rare iets. Nou, ik ga hem Ja. zo doorspoelen naar de actie toe, zoals ik zei met de speedrun. Een speedrun is trouwens totaal iets anders, hè? Ik noem het steeds een speedrun, maar een speedrun is als je een game zo snel mogelijk uitspeelt in principe. Ja, dat is het voor ons nu ook. Wij doen een speedrun om zo snel mogelijk deze stream uit te runnen. Ja, niet omdat we niet willen streamen, maar. Oké, okay, nou we hebben het hier al over gehad. We gaan nou gewoon gaan. Kiek ze gaan. Aan het water. Hij gebruikt mooi vroeg het water. Hij zit er ook heel dichtbij, dus het is ook geen Ja, gekke maar krachten. hij moet wel meer of minder op eten en meer op hout hebben voor fish and chips. Maar dat doet hij nu, dus Ja. kijk aan. Ja, Wat een precies. leuke farm hier. Ja.
Ik vind ook wel dat we hier wel redelijk dicht bij elkaar zitten. Het is niet dat we heel ver voor elkaar hoeven te lopen. Nee, ik kan in principe gewoon heen lopen. Hallo. Ja, en Incapable gaat al zelfs naar de Feudal Age. Ja. Mooie rol. Overigens had ik hier weer... Ja, ik had hier overigens hetzelfde probleem als in de vorige match. Mijn Feudal Age, ik kreeg maar niet voor elkaar om het voedsel zo snel bij elkaar te halen. Dus ik ga steeds wat laat. Wel goed gescout overal. Zwakke plekken uitzoeken. Ja, volgens mij is dit gewoon autoscout hoor. En ik, Pablo stond stiekem in de bosjes te kijken. Ja. Dit keer er toch van geleerd om even een gate te maken. Ik had ontdekt dat er water was, dus snel maar dok gemaakt. Ja, gezien het feit dat ik heb toch een bonus met vissen, dus dan moet je er ook gebruik van maken. Precies. Ik zou voor lol nog aan de andere kant ook in. Nou ja, dat is wat ik nu ook te denken. Ik denk van misschien was het handig geweest als ik aan de andere kant eigenlijk het dok had gemaakt. Misschien het feit dat Incapable juist aan deze kant meer zit. Misschien maar, Archers. Ja. Nou ja, het duurt wel even voordat je voor deze huisrol en situatie bent. Ja, dat denk ik ook wel. Ik probeerde toch te leren van de vorige match. Van direct wat beter dichtmaken. Oeh. Ja. Maar hij heeft ook geleerd. Hij valt direct op meerdere fronten aan. Direct zijn allereerste aanval. En ook gewoon direct met archers. Dat is zeker geen prettig idee om die al in je dorp te hebben zo vroeg. Nee, ik vind archers zelf ook altijd zo'n vervelend ding. Ze kunnen ja, openen, ook niet eens schieten. Ja, dat soort dingen inderdaad. En dan ben ik hier ook nog eens keer compleet verkeerde units aan het maken tegen die archers. Ondertussen ben ik wel skirmishes aan het maken, maar ja. En Capablo die heeft ook nog weer hartstikke veel archers in de queue staan. Die is het daar echt op aan het gooien. Hoe hebben jullie je voorbereid op dit potje dan? Ik zie je bijna nooit tegen elkaar spelen en eigenlijk gewoon lief samen spelen. Ja, ik zelf ben ik meer tegen Civilizations gaan spelen die archery ships. Simpelweg omdat ik had verwacht dat hij, omdat hij zoveel met cavalry doet, dus van, hij weet dat ik heel zwak ben tegen archers, ik weet dat hij het gaat doen. Ja. Hij heeft vorig jaar ook, kijken, ik ben even zijn naam kwijt. Vorig jaar heeft hij nog iemand anders zelfs gecoacht om tegen mij te strijden. Oh. Ja, en daar heeft hij, die heeft hij volop op archery zit gezet. Dat is toch iets anders uitgepakt. Nadeel was gewoon dat daar watermap was. Maar ik heb me ook voorbereid weer op een archery sif. Maar ik had niet zo heel veel tijd om te voorbereiden. Dus ja. Ik heb een paar matches kunnen doen. Ik weet niet hoe hij zich heeft voorbereid. En of hij zich überhaupt heeft voorbereid. Ah, oké. Daar hebben we het niet over gehad. Nou, dat was wel een interessant ding om te weten. Maar dat maakt niet uit. Oh kijk, er komt een extra rol. Ja, hij heeft sowieso de voorbereiding gedaan in het feit van hij heeft uitgezocht welke shifts in ieder geval een goede archery bonus hebben. Ja. Dat is het enige wat ik wel weet. Het is een mooie kansen. Ja, zeker. Het is ook wel bijzonder dat hij er eigenlijk niks tegen doet.
Volgens mij bracht me dit zelfs in de twijfel dat ik overal ben gaan rondkijken van nou, waar breekt hij nog meer binnen gezien het feit dat hij hier niks tegen doet. Mm-hmm. Maar volgens mij kwam hij nergens anders binnen, dus het viel mee. Nou ja, het is een gebruikelijke strategie weer, de outpost. Ja, slim eigenlijk, hè? In de gaten houden waar je tegenstander allemaal is. Ja, zeker. Je moet niet verrast worden. Nee, hier inderdaad. Aan deze kant. Nou, eigenlijk had ik gewoon heel vroeg had ik wat villagers naar helemaal de andere kant van de map moeten sturen. En die gewoon daar moeten stoppen. In de hoop dat die dat nooit doorhebben. Maar ja, dat is achteraf. Ja, achteraf is het altijd goed te zien. Scouts. Ja. Ik had er oprecht ook wel over nagedacht hoor, om het te doen. Alleen erover denken en uitvoeren zijn twee verschillende dingen. Zeker. En de stress. Ja, ja en hij zorgt er echt voor dat hij alles in de gaten houdt voor mij. Hij gunt me geen enkele kans om het dorp uit te komen. Als ik dit zo aan het bekijken ben, als ik dit had gezien, oh, wat een druk had ik dan gevoeld. Als je het had gezien, had je de druk gevoeld. Ja, dat is mooi. Ik ben zo blij dat ik niet alles zag wat ik nu kan zien. Je eigen potje terugkijken is altijd wel een beetje wel fijn in de skirmishes. Ja, en het leger wat hij ook aan het neerzetten is. Hij zegt echt helemaal aan het voorbereiden over het volgende aanval. En dan zie je nu bijna door. Ja, en dan komt hij. En dit wordt een pijnlijke, denk ik. Ja, op aarde gaan ze. Dumbbell. Iedereen heeft veiligheid. Ja, maar ja, waar is het veilig? Ja. Dat is wel sad. Ja, er is verder geen verdediging. Dus wat is een veilige plek? Hij is mee de dorp aan het doorlopen. Nou. Hij probeert alles makkelijk te maken. Ja, deze match voelt helemaal niet goed aan. Nee, maar ik kan me voorstellen, na de eerste match zit je ook wel een beetje shit van, oh jee. Ja. Ja, zeker. Het is wel pittig om je eigen moraal hoog te houden. Zo. Ik merk nu al dat mijn moraal niet hoog te houden is. Oh. Dat staat toen het in die match was. Ik heb je niet meer vragen mee te gaan streamen. Ach, nee. Dit doet te veel zeer. Zo, het is too soon. Ja. En ik kreeg nu de hele tijd de melding dat ze niet konden beginnen met bouwen. Want ja, die vader van hem die liep erover. Ja. Nee. Gaat hij nou echt op die manier weten te blokkeren? Wel slim dat je murder holes al researcht. Maar Ja, ik had zoiets van hij zet ze er tegenaan. Ja, slim. Pavel heeft gewoon een hele goede controle over het leven te houden. Ja. Ook bij de vorige. Dat is wel sterk. Klopt. Ja, dat zie je zeker. Denk je dat hij ook beter is geworden sinds vorig jaar? Oh ja. Ja, dat zie je zeker. Dat is die absoluut. Oh. Ja, sinds vorig jaar weet ik niet helemaal zeker. Vorig jaar kon hij dit soort dingen ook al wel. Maar ja, misschien is het ook wel een beetje in deze match dat hij echt 100% focus het hierop heeft gegooid.
Dat hij echt gewoon de kans heeft genomen van, nou, als dit mislukt, dan mislukt het maar, dan is het verloren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zo. Hij zorgt er ook echt voor dat mijn vriendjes er niet meer aan het werk kunnen gaan. Dan komen de rem zal aanzetten. Of rem. Het zou wel heel heet onder de voeten. Ja, ik probeer toch nog ergens een beetje aan de slag te krijgen, maar ja, ook die arches van hem, hij blijft zo perfect buiten die ring staan. Ja, echt perfect, hè? Ja. Ja, heel naar. Nou, dat ging mis, Power Center. Amron? Ja, iets. Geen idee. Het grootste probleem wat er nu is voor mij, is dat er ook geen resources voor mij meer zijn. Ik kan geen kant op. Nee, hij heeft natuurlijk alle resources om de kamp heen ook al wel aardig geklinkt. Ik zal even kijken hoe Spavler nu de map heeft. Ja, behoorlijk uitgebreid. Hij heeft echt de map onder controle. Oh, hij heeft voornamelijk. Ja. Hij heeft ondertussen fishing ships ook al vernietigd. Nee, hij ging er echt voor zorgen dat ik geen kant op kon. En twee relics. Ja. Zien jullie na deze match nog wel samen in team spelen? Ah, jawel. Ja. Dat kan prima. Ja, want dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Zeker. Nee, ik wil net zeggen dat dat verandert voor ons helemaal niks. We gunnen het elkaar ook heel erg, hè, dat we allebei doorgaan. Het is gewoon pure toeval dat dit een keertje zo uitpakt. Nou, dat kan gebeuren. Eentje voor in de boeken. Ja. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk het geluk dat ik kwam in de Squires bracket terecht. En hij in de Champions. Ja. Dus vorig jaar konden we elkaar niet tegenkomen. Aha, dat ging die village doen. Ja, die village die had een doel. Weet dan, ja, gaat hij die ook niet in neerzetten echt helemaal? Met één village? Denk ik. Ja. Ja, en hier komt het grootste gevaar. En dan komen al die rams eraan zetten. Ja, hartstikke leuk. Maar hoe moet ik me dan verdedigen? Zeker. Ja, ik ga mijn best doen. Zorgen dat ze neergaan. En die archers, die zorgen ervoor dat die infinities worden neergaan. Ja, die archers zijn wel goede verdediging voor ze. Ja, je krijgt ze toch bijna allemaal. Ja, er staat alleen nog één ram achter het townsend. Die is een beetje vervelend. Die gaat meer. Maar ja, met 5 villages wordt het nou een heel pikkoetje om te winnen. Precies, ik hoopte met die villages die kant op te sturen dat hij nog even snel wat van die archers neer ging schieten. Want ik heb in de tussentijd heb ik ballistics had ik wel geresearched. Mm-hmm. Dus het kasteel schiet wel heel accuraat. Ja, skirmishes erbij. In de hoop dat ik toch nog wat artjes een beetje kapot kan krijgen. En dat wil. Skirmishes werken doen we helemaal goed tegen. En gewoon maar onder het kasteel blijven staan dan. In de hoop dat dat maar een beetje wat lukt. Het tweede kasteel komt hier bij. Oh! Ja, toen hij het kasteel omhoog had, toen was dat toch wel klaar voor mij. Dat was wel het teken. Dat was het teken van, laat maar zitten, dit is verloren. Eigenlijk best wel een gelijk potje als de vorige. Ja. Qua hoe Inca Pablo het heeft aangepakt.
Klopt, daar heeft hij het ook echt op ingezet. En hier kun je heel duidelijk zien dat bij de vorige was mijn military echt een stuk beter op punten. Maar hier is hij eigenlijk bijna nergens meer een klein eventjes boven die van Incapable gekomen. Dus deze pakte voor mijn kant wel heel anders uit. Ja, natuurlijk, ja, hij had zoveel controle. Ja, deze was iets pijnlijker dan de vorige. Kan ik me op zich een beetje voorstellen. Maar nog steeds wel heel goed gespeeld. En jullie Ja. gaan samen nog in de team game. Moet je nog team game? Nee, daar liggen we er ook al uit. Oh.